geschiedenis niet kennen, dan weten we niet waar bepaalde problemen vandaan komen. Het is daarom belangrijk de eigen geschiedenis te kennen en daar onderzoek naar te doen. Woorden van Mitchell Esaias, directeur van de organisatie Black Archives Nederland. Gisteravond in het Nationaal Archief Suriname, NAS, waar er een Maaspassie-lezing is gehouden. Deze lezing is onderdeel van de Maaspassie-expositie die sinds 30 maart te zien is in het NAS. Esaias hield een lezing over zijn onderzoek naar de solidariteit tussen de emancipatiebewegingen in Suriname en Nederland. Ja, wat dit onderzoek heeft uitgewezen is dat er nog heel veel te herontdekken is. Er zijn zoveel verhalen die nog onderbelicht zijn. Denk aan het verhaal van Otto en Hermina Huiswoud. Denk aan het verhaal van Wiegi Sani. Het verzet van Marons en inheemse, de samenwerking tussen hun. Dus we hebben allerlei archiefmateriaal gevonden over die verhalen. En we weten dat er meer is, dus dat hopen we al zichtbaar te maken, zodat we dat samen met mensen in Nederland en in Suriname kunnen gaan onderzoeken. Volgens Esaias is het kennen van de eigen geschiedenis niet alleen goed voor de toekomst, maar het kan bijdragen aan het versterken van het zelfbeeld van elk individu. Daarom moedigt Esaias vooral jongeren aan om kritisch te blijven bij het bestuderen van de geschiedenis. Blijf nieuwsgierig. Blijf in jezelf geloven. Want als je leert van je geschiedenis, dan leer je ook om trots te zijn op wie je bent. Je leert om sterker in je schoenen te staan. En daarom is het heel belangrijk om te weten waar je vandaan komt, zodat je ook weet waar je naartoe kan gaan. Esaias heeft ook de verhouding tussen wit en zwart in het verleden besproken. Het beeld dat bestond over meester en knecht is volgens hem gedenormaliseerd en racistische uitspraken over dergelijke zaken worden niet langer geaccepteerd. Esaias is daarom ingenomen met de stap van de Nederlandse overheid om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Toch zijn er nog meer zaken die in dit kader aangepakt moeten worden.